Pierre, welkom. Laat me met de deur in huis vallen. Komt hij of komt hij niet? Ja, ik krijg toch een beetje benauwd. Ja? Nou, ik zal je zeggen, ik was thuis voordat ik hier naartoe ging. Ik denk, ik heb nog een bel achter in de schuur liggen, zal ik hem meenemen. Want jij zegt, mijn kop eraf als hij niet komt. En dan heb ik ook een Dumoulin, hè? Weet je... Ja. Niet terugkrabbelen nou, hè. Kan ik hier vertrouwelijk spreken? Ja. Ja, we zijn er tweeën, dus... Ja. Nou, weet je wat het is, Herman? En dat weet je ook wel. Ik doe altijd zaken een beetje Jan en op scherp zetten en kietelen. En ik zat ook te kijken naar Dumoulin op die bewuste zondag. Ja. En ik denk, nou, dat gaat hij dan boren. En wat zal ik nou eens even verzinnen dat ik meteen alle aandacht krijg? Nou, dat is wel gelukt, ja. Dat is wel een beetje mijn ding. Ja, nou dank je, dat is dan maar gelukt. Maar het is ook overal waar ik kom, wordt mij die vraag gesteld. Dat is ongelooflijk. Daar vraag je om. Dat is ook zo. Maar ik doe mijn woord gesteld als je niet komt. Ja. Maar je weet het nog niet of je komt. Nee, dat weet ik nog niet. Mijn medebestuurslid Jan van Heuvel zou ook hier zijn, maar Jan, waar zit je? Hij is er wel, hoor. Waar zit hij? Oh, daar, Jan. Ja. Nou, Jan, weet jij meer als ik? Dan wordt dit gesprek iets vriendelijker en dan kunnen we nog lachen. Oh, Jan, zegt hij, vertrouwt op mij. Ja, nou, dat gaan we dan maar doen, hè? Maar goed, wij vertrouwen ook op Jan en iedereen die het overigens organiseert. Over het bestuur en de technische commissie, ja. Haal Jan erbij en het komt goed. Weet je, ik heb me eens ooit verontschuldigd, ook naar Jan toe, want ik ben eigenlijk, mijn aard is om een beetje in de ik-vorm te praten. Ja, nou ja, dat weet ik, maar dat heb ik al wel van tevoren gezegd, hè Jan. En, maar het is we, en als ik we zeg, dan gaat misschien wel 90% van de eer en de tijd, die als het over het bestuur gaat, die komt Jan te eer en... En niet mij, ik heb het enorm druk en Jan stopt zijn ziel en zaligheid erin. Dus dat is in ieder geval een applausje waard, vind ik. Maar zou ik alleen Jan noemen, dan doe ik ook heel veel mensen tekort. De technische commissie, ja, die zijn er eigenlijk dag en nacht mee bezig. Ja, maar zeg eens, hoeveel vrijwilligers heb jij nodig? Ja, op die dag gaan we richting, dan moet ik naar Jan kijken, richting de 300 hè, voor verdrijving. Dat doe ik altijd een beetje, maar meer dan 200, hè. Ja. Tussen de 200 en 300, zullen we zeggen. Ja, maar razend enthousiast. Ja. Ja. Maar nu begint, komend weekend begint de Tour. Zit je dan iedere dag bij de televisie om te kijken van die wil ik hebben? Ja, ik ben geen wielerliefhebber. Het is ook zo, ik ben inmiddels wel naar andere criteriums geweest. En Jan is wel een wielerliefhebber. En uiteraard Twan Poels. En Henk Baldersen, jouw ex-collega. Con-collega tegenwoordig. Oh, con-collega. Dat zijn de wielerliefhebbers. Maar het is wel zo, als er namen genoemd worden, dan kan ik wel zeggen wat ze kosten. Maar ik weet alleen niet meer welke ploeg dat ze horen. Nee. Dus, ja, ik moet zorgen. Ik moet weten wat ze kosten. Ik moet zorgen dat het geld er is. Daar ben ik wel druk mee bezig. Ja, je loopt het risico dat op het moment dat je namen noemt, dat ze daarna gelijk twee keer zo duur zijn. Of werkt dat niet? Nou, ik heb me dit jaar voorgenomen, als het daarover gaat, om een beetje mijn toon te matigen. Want, vorig jaar heb ik ook weer zo'n actie uitgehaald. Met daar flink naar die managers uit te halen. Overigens, daar ben ik nog steeds van mening dat het haaien zijn. Dat ze geen hart hebben voor de wielersport. Ik weet niet waar de camera staat, maar daar blijf ik op hameren. Maar goed, het is natuurlijk wel zo. Ik ben natuurlijk. Heel veel mensen weten hier dat ik een koopman ben. En dat het in inkoop en verkoop zit. Maar het is natuurlijk wel zo. Als die wielrenners goed presteren. En beter gaan presteren. Dan mogen ze ook meer vragen. Maar dat geldt ook voor een slager. En een timmerman en een metselaar. Snap je? Ja. Dus daar moet ik niet zo flauw zijn. En iedere keer over dat geld te beginnen. Maar jij begon erover. Ja, is dat zo? Ja, dat dacht ik wel. Maar jij stelt ook de vragen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar goed, dat zeg niet. Ja, dat vergat je even. Ja, nee, klopt. Maar jullie hebben gewoon, als we het dan toch over geld hebben, een budget waar je aan moet houden. Neem ik aan. Want je kunt niet zeggen, het is ongelimiteerd. Ik wil die en die is ook wel leuk. Nee, dat is zo. Wat dat betreft is het wel fijn om omringd te zijn door ondernemers. Want die af en toe op de rem trappen. Nou, nee, dat wil ik niet zeggen. Nee, je moet me nou wel even uit laten praten. Nee, het is zo. Wij krijgen de laatste weken ook nog steeds sponsorgeld toegezegd. En als de vertrouwde sponsoren zijn, dus die we kennen, dan geven we dat geld uit. Maar het is wel zo.
En Jan is de penningmeester. Wij zeggen wel, wat staat op onze bankrekening? En we kunnen dan nog uitgeven. Ja. En ja goed, we zijn al een open boek. Ik ook. We hebben toch al in die paar jaar dat we doen een flinke reserve opgebouwd. En ja, daar houden we rekening mee. We hebben het van de week ook over gehad. Zo gaan we het doen. Vandaag is er ook weer eentje bijgekomen. Die zegt, ja, ik doe mee. Nou ja, dan weten we van de week dat we dat uit kunnen geven, maar niet meer. En eindelijk kan het ook niet. We zijn alle drie ondernemers, de bestuursleden. Dan wij over 3 jaar, dat is een andere criterium, als je het gaat. En dan in de krant staat er een ton verlies was. En dan denk je, nou, ik zie hem nog zitten daar met Herman. Ja, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Dat nee. Echt niet. Dan mag je er echt af. Ja. En we blijven bezig. Nee, maar... Je hebt het 4 jaar geleden mee erin gesprongen, hè, toen het hier in Boksmeer misdreigde te gaan. Ja, gedwongen. Gedwongen. Door de burgemeester. Ja, maar je zit er nog steeds. Ja. Dus het bevalt wel. Ja, ik mag van Jan niet gaan. Je mag niet gaan. Nee, want ik ben meer, als de schuur opgeruimd is, dan ben ik klaar. Ik vind het leuk om te doen, het is een beetje flauw om te zeggen, ik vind er geen bal aan. En langzaam krijg ik toch wel een wielerhart. Mag gezaagd worden, ja. Is het ook wel leuk. Maar weet je, ja, het loopt allemaal gesmeerd. Ik zei al, Henk Baltus, die kwam erbij. Ik weet niet of Henk er is, maar die had nog een paar jaar meegedraaid. Maar die zegt, eigenlijk heb ik nog nooit meegemaakt dat bij jullie eigenlijk gediscussieerd wordt. En dat is in alle dingen die gebeuren. Dat is natuurlijk die technische commissie. Ja, weet je, als ik dat magazijn los moet maken op 24 juli maandag... en ik moet gaan zeggen wat er moet gebeuren, dan gaat hij in ieder geval niet door... Maar dan wordt het helemaal niks. Dat wordt een grote puinhoop. Ja, dus iedereen heeft zo... Ja, daar wordt het een grote puinhoop, ja. Ja. Daar ben ik ook nog chaotisch van aard, maar dat hebben jullie nu wel gemerkt. Ja. Maar heeft het in 4 jaar tijd opgeleverd wat het op moest leveren? Ik bedoel, jullie hebben een aantal dingen veranderd, hè? Is er weer meer betrokkenheid van het publiek? Is er weer meer betrokkenheid van ondernemers? Ja, allemaal. Ja. Het publiek en de buurt en iedereen die erbij betrokken is, de renners ook, door die acties waar ik het vorig jaar over had, zeggen de renners ook wel, ja, inderdaad, Pierre, je hebt wel een punt. En we zijn van 80 criteriums naar 19 gegaan. Ja. En mijn dochter die werkt bij de NPO, die zegt, papa, je moet nog niet meer zeggen dat je de grootste bent, maar dat je bij de grootste hoort. En dat klinkt dan iets vriendelijker naar buiten, maar ja. Goed, dat is een beetje mijn hart. We zijn wel de grootste klant bijvoorbeeld als het over het contracteren van renners gaat. Dat is ook altijd het fabeltje dat wij de toerwinnaar niet kunnen betalen. Maar wie de toer dit jaar ook gaat winnen, die kunnen we bij wijze van spreken, zo weten wie het is, morgen contracteren. Maar dan gaat het ten koste van nationale renners. Kijk, als wij nu bij wijze van spreken Sinkeldam en weet die Jos van Emden zo weg zouden laten. Ja, en nog 1 of 2, dan hebben we ook de toerwinnaar. Ja. En dan hebben we er Dumoulin nog bij. Waarschijnlijk. Maar dan kun je dat sier maken. Maar wij denken toch de Nederlandse wielersport een dienst ermee te bewijzen door de opstelling en de houding die wij aannemen. Dat is ook met die gratis entree. Ja. Weet je, laagdrempelig. Iedereen is welkom in Boksmeer. Zit je niet zo breed bij kaas, neem je eigen eten en drinken mee. Sorry Peter Paul. En ons maakt het allemaal niet uit. Weet je, en dan zegt de horeca ook wel ooit, maar waarom zeg je dat nou weer, Pierre? Maar dat vind ik eigenlijk wel. Wij doen het, en dan heb ik het over de technische commissie en het bestuur, om iedereen een leuke dag te beleven. Nou ja, dan vinden wij, om iemand een leuke dag te beleven, hoef je niet altijd geld te vragen. Weet je, en dan, ik zie er weinig ondernemers van de andere kant van het spoor, maar die moeten uiteindelijk dan maar het grootste gedeelte betalen. Ja. En dat gaat ook goed. Een oproep bij deze, hè? Ja. Ja, maar dat weten ze wel. Maar dat weten ze wel. Alleen gebeurt nog te weinig. Ja. Nee, want onze sponsorinkomsten, ja, daar zit de penning mee. Ik zal niet zeggen in 4 jaar tijd, maar we gaan de verdubbeling tegemoet, Jan. Ja. Hele voorzichtig. Kijk, dus, ja. En dan in tegenstelling tot al die andere criteriums, vinden we... Dat wij het nog niet zo slecht doen. Nee, precies. Maar je hebt natuurlijk ook nog steeds een unieke datum, de dag na de Tour. Ja, dat klopt. Dat kan helemaal niemand... Nee, dat is als 14 dagen later was, net als in Roosendaal, draai van de Kaai. Ja. Dan hadden we niet deze hele, wat moet ik zeggen, dit hele circus in Boksmeer. Nee, precies. 4 jaar doe je het. Jouw voorganger Ad Reijnen, die heeft het 325 jaar gedaan.
Ja. Kan je ook zo lang blijven? Nee, dat niet. Hoe lang wel? Ad heeft het, heb je nou 38 keer gedaan? Ja, helemaal top natuurlijk. Wij kwamen natuurlijk wel in een gespreid bedje. Maar wel wat je straks zei, in een hele korte tijd moesten we de hele kerstboom optuigen. Maar goed, iedereen kent dat verhaal, dat hoef ik hier denk ik niet herhalen. Maar dat is ons gelukt. Ja, dat siert ons al, hè. Maar dat siert die 200-300 waar ik het net over had, die altijd klaarstaan. Ja, precies. Ja. Ook altijd zo'n dingetje ieder jaar, hè? Wie komt het startschot lossen, Henny Kuiper dit jaar? Ja. Dat is toch ook geweldig, of niet? Ja, hartstikke mooi. Ja. Ja. Hij was van de week op televisie bij Jinek volgens mij. Ja, dat klopt. Ik heb het niet gezien, maar ik heb het wel gehoord. Eergisteren geloof ik, of gisteren. Ja, een paar dagen geleden. Juweel voor de wielersport. Ja, is het absoluut, ja. Ja. Ja, die gaat ook met Tom Dumoulin zijn rondje maken in de cabrio. In die open auto. Ja. En ik niet meer. Nee? Nee, ja, weet je, de eerste keer vond ik dat wel mooi en iedereen joelen en juichen. Maar ik heb ook zitten denken van, nou ja, zoveel aandacht en zoveel verdien ik ook niet. En de burgemeester ook niet. Dus daar heb ik ook tegen Karel gezegd, dat gaan we niet meer doen. Weet je, want we krijgen heel veel media aandacht. Volgend jaar waren we anderhalf jaar op tv, waarvan anderhalf uur, sorry. Dat zou wel heel mooi zijn. Voelt als anderhalf jaar. Dan was de sponsoring geen probleem meer. Maar goed, nee, anderhalf uur, waarvan drie kwartier op de Nederlandse televisie. Kijk, en dan kan ik dat nog wel leuk vinden. En dan vindt Harriet dat leuk. Maar, en Koos, er staat een meer te zwaaien dat ik voor in het ding zit. Maar als dat heel veel in beeld en gefilmd komt, zeg je, ja, wie is die man met die rare ketting om? Ja. En wie is die met die vrolijke grijns die er zo nodig ook bij moet zitten? Dat zegt de mensen niks. Nee, nee. Maar we hebben vrouwenwielrennen. Nee, zeg ik het goed? Ja, het vrouwenwielrennen. Doet het enorm. Dus als iemand dan in het zonnetje gezet moet worden, rondgereden moet worden, ja, daar hebben we er genoeg. Want in de vrouwenkoers, daar vergaat je nog te vragen. Gaat er niet bij staan? Nee, het staat er niet bij. Nee. De hele Nederlandse top komt hier rijden aan vrouwen. En nou ja, weet je, die verdienen gewoon een ereplek om rondgereden te worden. Ja, ik niet. Nee. Nee. Nee, dat is helemaal mee eens. Ja, dat is mijn eigen mening. Ik weet niet of meneer van Soester is, maar hij was er niet helemaal mee eens. Nee? Nee. Nou. En we kenden hem. Ja. Ik heb het opgenomen. Oh, sorry. Nee, ben gek. We zitten onder elkaar. Nee, blijft onder ons. Hè. Dankjewel. En dan had je vorig jaar... Dan had je vorig jaar nog wel een stunt om heel lang op televisie te kunnen blijven door een renner die gewoon drie kwartier te laat kwam. Ja, kwam ons wel goed uit. Of het toch allemaal vertrouwelijk is. Want het programma liep wel een beetje in de soep. En kwam ook door mij. En dat ik te langdralig was. Nee, maar we hadden het programma eigenlijk veel te vol gemaakt. Herman. Dit jaar hebben we ook heel spijtig de skielers eruit gegooid. En, ja, dat is zo. Maar we moeten ooit keuzes maken. Sorry. Het is ook niet gezegd dat ze nooit meer komen. Maar ja, weet je, er zat zoveel druk op het programma. En kwart voor elf, dat gaf toch ook wel problemen. Met name met de veiligheid. Want daar gaat nou toch wel substantieel tijd in zitten. In het onderwerp veiligheid. Dat moet ook, er is van alles gebeurd. Maar Haaksbergen, auto die uit de bocht vloog. Nou ja, alle aanslagen, dat heeft ook al onze aandacht. En vandaar hebben we meer rust in het programma. En dit jaar, buiten dan dat er rondom het VIP-gebeuren wat veranderd wordt, is er veel tijd in de kwaliteit en efficiëntie van de organisatie gaan zitten. Ja. Ja. Ben ik klaar? Nee. Oh. Nee, ja, ik denk, ik ben blij dat die stopt met praten. Is dat 6 uur geweest dan? Nee, dat is nog langer. Het is 6:20. Gaat nog 20 minuten. Hey, iets anders, hè? Wat je zegt, we zijn toch onder elkaar. Leg dan nou eens uit hoe dat zit met afspreken wie de winnaar wordt. Kijk, vorig jaar kon je er vergif op nemen dat Boutje Bollema zou winnen. Of Wout Poels, een van die twee. Maar dan wordt het gewoon van tevoren even handje klap en dan rondjes rijden. En dan, toch? Ja, weet je... Ik ben niet verantwoordelijk wat die renners onder elkaar afspreken. Maar goed, het is natuurlijk een wedstrijd waar niet voor punten of zo gereden wordt.
En ik moet eerlijk zeggen, want daar hadden we het pas ook nog over, als we dan kijken op ons bord wat er op het Rokkesplein komt te staan met alle winnaars in die 42 jaar, dan is het natuurlijk wel mooi dat daar klinkende namen staan, natuurlijk. Maar ja, ik ben geen wielerliefhebber, maar goed, het zou... Zou leuk zijn als bijvoorbeeld Dumoulin zou winnen. Ja. Maar weet je, het zou ook flauw zijn als ik het zou ontkennen. Want ze zitten tot diepe nacht in de kroeg in Parijs en komen hier naartoe. Kijk, die zijn natuurlijk niet in topconditie. En die renners die bijvoorbeeld de Tour de France niet gereden hebben, die moeten in een betere conditie zijn. Dus ja, weet je, laat ik dan niet heel naïef zijn. Maar laten we zeggen, wij hebben daar, als het dan zo zijn, geen woord in. Nee, je kunt niet verzekeren het antwoord. Mooi, dan gaan we naar de volgende. Volgens mij kun je best wel voorzichtig laten vallen van Tom, dat gaan we wel worden hè, dit jaar. Ja, zo heb ik nog nooit gedaan, maar weet je, ik ga het proberen. Misschien een leuk idee. Zij kende helemaal. Ja, precies. Pierre, ik heb geen vragen meer. We gaan een biertje drinken. En lijkt me strak wel. En we gaan de zomer tegemoet. Dankjewel dat je hier was. Hey, en ik zie jullie allemaal 24 juli vanaf. Oké. Dankjewel. Dames en heren, nog heel even een klein momentje. Voordat Herman gaat afsluiten, wou ik even de aandacht voor Herman, want hij doet het allemaal vrijwillig. Hij bereidt zich altijd enorm goed voor. En ik heb een flesje wijn voor hem en ik zou het leuk vinden als jullie een applausje voor hem willen geven. Ja, dan wil ik toch even van de gelegenheid gebruik maken om wat... Om ook wat mensen te bedanken. Het is de laatste voor de zomer. 29 september zijn we terug. Ik krijg altijd iedere maand opnieuw heel veel hulp van Wiekers. Is er vandaag niet, geloof ik. Wiekers is mijn steun en toeverlaten als het gaat over het samenstellen van de programma's. En de gasten die komen. Peter Paul die net hier was. Stella, dankjewel voor het beschikbaar stellen van de ruimte. Iedere keer opnieuw wat wij als Gelderlander Nieuwscafé hier mogen zitten. Nico, daar voor de techniek. Altijd, hè. Antoine. En voor de rest, eigenlijk alle gasten die we dit seizoen weer gehad hebben. Ik heb eens geteld, het zijn er meer dan 50. En er hebben er weer hele mooie tussen gezeten met aangrijpende verhalen. We hebben gelachen met Jochen van Gelder. We hebben interessante verhalen gehad. We hebben mooie sporters gehad hier, waarvan ik me afvraag hoe het met ze gaat. Volgend jaar gaan we het net zo mooi maken en ik hoop dat jullie er in ieder geval weer bij zijn. Dankjewel in ieder geval.